Welkom bij Topnames, iedere dinsdagavond vanuit De Waag in Amsterdam. Stekel, wat zit je te doen, vriend? Ja, nee, kut. Ik zie dat er opeens... Sorry, mag ik allemaal niet zeggen, maar ik ben helemaal vergeten dat ik wat veilingen nog had lopen. Er was eerder in de uitzending over gehad. Ik ben een beetje verslaafd geraakt aan katawieken. Met name, ik ben een watersporter, dus die botenveilingen en de botenaccessoireveilingen vind ik toch wel buitengewoon interessant. Nou, ik zie dat je een botenliefhebber bent, maar je krijgt ook een exclusieve whiskyveiling net binnen. Ja, dat zal wel zijn, dus omdat ik daar ook wel eens wat heb geboden. Die combinatie zal het zijn. Hey, laat ik zo zeggen, wel toevallig dat je dit mailtje binnenkrijgt, maar natuurlijk niets toevallig dat we het hier eventjes over hebben. Want Johan van Mil, jij bent van Peak Capital. Jullie zijn investeerder, investeren in bedrijven. En een van de bedrijven waarin jullie investeren is... Katawiki, een prachtig Nederlands succes. Toen jullie hierin gingen investeren, waarom deed je... Kijk, achteraf is een succes natuurlijk altijd makkelijk en altijd. Heeft een succes heel veel vaders. Maar wat maakt het voor jou aantrekkelijk? Nou, met name niet zozeer dit businessmodel, wat er nu gevonden is. Het veilen van inderdaad allerlei spullen, want dat wisten we toen überhaupt nog niet. Maar met name waarom wij hierin stapten. En dat is ook de reden waarom wij investeren in bepaalde bedrijven, is dat er gewoon een aantal oprichters achter zaten. Twee mannen in dit geval, Marco en René, die enerzijds technisch, maar ook commercieel, maar ook gewoon qua product de goede visie hadden. En dat was de reden eigenlijk dat we dachten van nou, in deze mensen willen we investeren. Ze hadden destijds een mooi verhaal, een platform eigenlijk voor verzamelaars. En hun idee was van ja, als iemand flesjes verzamelt, dan heeft een verzamelaar altijd behoefte aan meer flesjes. Die wil immers, als je een flesje hebt, dan heb je ook dubbele flesjes, want je koopt vaak partijen of je ruiltere partijen en dan wil je altijd ruilen. En hun idee was dus ook een verzamelaarsplatform eigenlijk op te starten. En daarmee waren ze ook live toen wij in hun investeerden. En toen kwamen we al redelijk snel achter dat daar niet zoveel geld aan te verdienen was. En toen hebben we natuurlijk een aantal keren het businessmodel gepivot. En uiteindelijk is dat op veilingen terechtgekomen. Ja, en dat blijkt inderdaad echt succesvol te zijn. Dus wij kijken heel erg naar teams eigenlijk. Dat is de naam waarin wij... investeren. Ja. Oké, dan zeg je, we hebben het businessmodel een aantal keren gepivot. Mm-hmm. Hoe werkt dat dan qua betrokkenheid? Weet je, want je bent de investeerder, je koopt, weet ik veel. In het geval van Katawiki, hoeveel procent kochten jullie? Een minderheidsbelang? Minderheidsbelang, ja. 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 Hoe nauw ben jij dan betrokken bij zo'n pivot? Ja, eigenlijk heel nauw. Want kijk, je hebt natuurlijk investeerders die alleen maar geld investeren. En die zeggen eigenlijk van, joh, hier heb je het geld en doe ermee wat jij denkt wat goed is. Maar wat wij als investeerder zeggen is van, nou, je hebt geld is één, maar als je geld goed besteedt, dan kan die 3 ton of 5 ton, kan ineens een waarde hebben van 3 of 5 miljoen euro, als je het goed besteedt. En wij zitten dus als investeerder zitten we er heel nauw op, zijn ook heel nauw betrokken. En zijn dus ook bij dit soort pivots en dit soort zoektochten eigenlijk vanuit het businessmodel, zijn we heel erg nauw betrokken. En dat waren we destijds ook met alle investeerders van Katawiki. We stapten tegelijkertijd in met een aantal investeerders, een aantal informals, maar ook met een non. De ontwikkelingsmaatschappij uit het noorden stapte we in. Ja. En die waren allemaal dermate betrokken. Willem Seithoff zat er zo. Ja, Willem Seithoff was een van de investeerders die toen met ons instapte. Ja, die ja. heeft ons ook wel eens verteld. Ja. En eigenlijk met die groep van investeerders zijn we aan de gang gegaan. Van, ja, hoe kun je nou met Katawiki, met deze technologie en met dit team, hoe kun je daar eigenlijk nou geld mee verdienen? We hebben allerlei dingen geprobeerd. We hebben advertising geprobeerd. We hebben verzamelaarsplatform. We hebben fotoboeken geprobeerd. We hebben echt van alles geprobeerd. Ja? Het zijn 1,5 jaar, 2 jaar hebben we echt aan alle knoppen getrokken, et cetera. En op een gegeven moment bij de veilingplatform kwamen we er toch wel heel snel achter dat wel de winning game was. En dat bewijst zich ook gelukkig. Ja, ja. Want even los van het succes van Katawiki, we het misschien hierna nog even over hebben. Wat ik wel heel interessant vind van wat jij vertelt, is dat als je eigenlijk het geheim van zo'n succes is dus, dat begint met goede mensen, een goed team. Absoluut. In dit geval 2 jongens waar jullie vertrouwen in hadden. Ja. En dan een groep investeerders die de schouders eronder zetten. Mm-hmm. En met hun netwerk desnoods 20 keer pivoten, net zo lang doorzoeken tot het winnende model. Ja, ja, kijk, en in dit geval is dat bij Katawiki is dat zo gelopen. Want we, met Peak Capital 2, dat is ons tweede fonds, investeerden wij redelijk vroeg. Met Peak Capital 3 schuiven we al iets meer op. Dus met andere woorden, we willen dat er echt wel die product market fit, zoals je dat noemt, wel gevonden is. En ons geld echt met name wordt aangewend om te groeien. Okay. Dus zit je echt dan een dus stap dan verder. Later. Zit je later. En dan zie je overigens, zie je wel met meer investeringsfondsen, dat hoe volwassener je wordt eigenlijk, hoe later je investeert. Want hoe zekerder dat eigenlijk is en hoe meer kans op rendement dat geeft. Maar dat is eigenlijk wat we doen. En dus met andere woorden, wij willen wel dat de ondernemer dat bedrijf al heeft neergezet. In ieder geval dat er wat bewijs is. Maar wij kijken wel, en dat is wel denk ik de gemene deler als investeerder. En dat is... Nou, we merken dat we daar als Peak Capital ver in gaan, heel erg naar teams waarin we investeren. En ik heb laatst ook
toevallig ook tegen iemand verteld van... het belangrijkste wat je kan doen als investeerder is... je doet natuurlijk een due diligence. Dus je gaat kijken van, hey, klopt het nou wat er wordt gezegd aan tafel? En is dat bedrijf nou werkelijk zo mooi? En is die technologie echt zo robuust, et cetera? Maar het gaat er eigenlijk met name om in welke mensen investeer je. En de beste manier om mensen te ontmoeten is dat bijvoorbeeld te doen in een natuurlijke habitat. En inderdaad bijvoorbeeld met de nodige biertjes ook aan tafel, waardoor de tongen loskomen en je ziet hoe iemand werkelijk is. Ja. Dat is echt wat wij heel erg investeren. Dat probeer ik me nou voor te stellen. Ja. Dat is een mooi gezicht van we investeren in een team. Ja. Maar weet je, het duurt gewoon ongelooflijk lang, is de ervaring, om mensen goed te leren kennen. Absoluut. Te weten hoe ze reageren onder stress. Ja. Hoe zie ik dat dan voor? Je vertelt nu van een gezellig etentje met een paar biertjes en dan komen de tongen wel los, maar dan blijft het natuurlijk niet. Nee, dat is vaak ook verder eens in het traject. Nee, wat wij doen als investeerders, wij krijgen zeg maar zo'n 50 tot 60 plannen per maand binnen. Ik had er net even kort over die plannen die komen bij ons binnen eigenlijk bij iemand die onze mailbox beheert en die heeft een aantal criteria waarmee hij dat beoordeelt. En wij spreken met een aantal van die ondernemers en dat is met name gebaseerd eigenlijk op team, spreken we af. En dan gaan we eigenlijk gewoon natuurlijk met hun praten eigenlijk over wat hun drijft, waar ze vandaan komen, wie ze zijn, hoe ze samenwerken. En het gaat helemaal niet zozeer over die business. En het gaat wel over die markt. Dat is wel belangrijk, hè? Van zit je in een markt die voldoende groot is en die voldoende potentieel is. Maar het gaat met name eigenlijk om de mensen die achter het bedrijf zitten en hoe zij naar ondernemerschap aankijken. Hoe zij werken als team en hoe zij opereren. En dat is eigenlijk de insteek van onze gesprekken vaak. Ja, en is dat dan gestructureerd? Dus heb jij een checklist met 20... eigenschappen en criteria waardoor je check. Ja. Of is dat... Redelijk, dat zit met name aan die begin, aan die voorkant. Ja, de mailboxbeheerder doet dat. Exact, hebben we hard factual. Ja, en dan gaan we vervolgens dan komt het kijken. Bij jou. En dan komt het bij mij. En wij gaan in ons gesprek eigenlijk met name met die founders kijken van, goh, hoe zit dat team in elkaar? Kijk, wat je bijvoorbeeld heel vaak ziet. Maar gaat het dan nou gevoel, weet je wel? Dat je het is juist heel erg gevoel. Want dan is factual al gecheckt van, hey, is dit een betrouwbaar persoon? En wie kent die? Wat heeft hij gedaan? Et cetera. Dus dat hebben we al gedaan. En dan gaat het heel erg om ons gevoel van zien we dat deze persoon dit doet. Want ondernemerschap, en dat weten we denk ik allemaal, dat wil niet zeggen dat je dat gewoon van 9 tot 5 doet. Dat trekt een behoorlijk spoor op je. Mm-hmm. Dat is echt wel topsport. En dat wil wel zeggen dat je wel uit een bepaald hout gesneden moet zijn. En dat blijkt ook wel uit dit soort gesprekken. En wat je heel vaak ziet is dat ondernemers in een bepaald verband beginnen in een bedrijf. En dat kan zijn als familie, man en vrouw, zien we best wel vaak langskomen. Dat kan zijn als vrienden, dat kan zijn als collega's, dat kan zijn als branchegenoten met elkaar. Je ziet vaak de raarste verbanden ontstaan. Wat op zich een hele zeg maar logische manier is om te starten en kan heel vruchtbaar zijn. Maar wat ook wel het pad neerlegt van hoe je met elkaar eigenlijk omgaat. Ik bedoel, als je met vrienden een bedrijf start, dat kan heel goed zijn. Maar dat wil ook wel zeggen dat je vrienden bent en dat kritiek dus wat moeilijker is. Terwijl... Maar is het voor jullie dan... je zegt kan goed en kan slecht zijn, maar heb je daar een mening over in dit geval? Kan het allebei zijn? Nee, het kan, en zijn, het kan. Zijn er regels uit te destilleren? Nee, er zijn... Zeg je dan van, nou ja, als een echtgenote bij me komen met een plan, dan denk ik eigenlijk al van, nooit. Nee. Ik denk niet nooit. Dat is bij mij wel, want je hebt zeg maar even, in ons vak heb je green flags, orange flags, red flags. En het is bij mij wel een orange flag, zo gezegd. Met andere woorden, ik ben extra waakzaam. Want immers, als die relatie verkeerd gaat, dan is het heel groot dat bedrijf daarin ook meegaat. Ja. Maar het is niet een nee. Ja. Maar het is met name gewoon hoe gaat men... Noem eens een paar red flags. Red flags? Nou, dus bijvoorbeeld voor ons als investeerder, als wij zien dat iemand naast zijn bedrijf ook andere bedrijven heeft. Ja, dus niet totale focus. Exact, dat is voor ons echt wel... En dat is logisch als je een bedrijf aan het opstarten bent. Ja. Hoe dat zo? Oh nee, ik doe altijd heel veel dingen tegelijk. Okay. Ja. Maar wij zien dus inderdaad dat heel veel mensen verschillende dingen tegelijkertijd doen. Ik heb dat namelijk ook heel vaak gedaan. Maar het wil wel zeggen dat als ondernemer, en als je gewoon kijkt, ondernemers die echt succesvol zijn, die stoppen hun volledige dedication ergens in. En dat is ook moeilijk, hè? Want als je een bedrijf begint... Dat is waarom ook Elon Musk zich helemaal focust op elektrische auto's en nooit denkt aan dingen als ruimtevaart. Ik zeg totaal niet batterijen. De baas van Amazon. Alleen maar boeken verkoopt en nooit denkt van, goh, ik kranten. Ga eens een krant kopen. Volkomen terecht. Alleen je ziet dat met name dat toen zij startten, en ook Jeff Bezos deed het, en andere mensen ook, is dat toen wel die focus 100% op het bedrijf lag. Ja. En dat zie je ook, dat als je een bedrijf echt start en echt uit de grond trekt. Ja, het gaat om die eerste... Dat is het. Kijk, en als je dat naarmate de tijd vordert en je hebt je kapitaal gekregen, et cetera,
En je gaat dan wat bredere dingen, dus logisch. Maar die eerste fase van een bedrijf en echt dat je iets gaat neerzetten en iets creëert, ja, dat moet je gewoon dag en nacht doen. Oké, is een red flag als je te veel dingen doet en tegelijk wil doen. Ja. Noem er nog eens een paar. Nou, wij kijken even in het kader van teams. Wij geloven in dat een team altijd uit 3 skillsets moet bestaan. Mm-hmm. En één daarvan is, wij geloven heel erg in een team wat bestaat uit de zogenaamde hacker. Kunnen we wel voorstellen wat het is. Ja. De hustler en de hipster. Mm-hmm. Een hipster mag er, hipster, moet er tegenwoordig bij. Ja, wow. Moet er tegenwoordig bij. Dat is, maar dat is eindig, hè? Daar zijn de meningen over veel. Ja. Maar dan krijgen we wel nu aan. Wij hebben net een heel weekend in Zweden gediscussieerd met een gezelschap waarmee we waren schaatsen in Zweden. Dat is een ander verhaal. Mm-hmm. Over de definitie van een hipster. Wat is jullie definitie van een hipster? Nou, wij definiëren de hipster. Kijk, die hacker is echt de techneut. Ja, en die hustler is de commerciant, de man die de deals maakt. Ja, heel sociaal. De hipster is eigenlijk de man, en dat is eigenlijk, die kijkt heel erg vanuit product, man of vrouw, belangrijk. Kijkt heel erg vanuit product, kijkt heel erg vanuit UI. Kijkt heel erg gewoon naar de gebruiker. Is op uiterlijk veel meer gefixeerd, weet je. Ja. Dat is echt. En die 3 skillsets, en dat hoeft dus niet in 3 personen te zitten. Uh-huh. Het komt zelden voor dat het in 1 persoon zit. Wij geloven ook niet echt in single founder teams. Dat is bij ons, is dat ook een red flag. Okay. Orange red. Maar single founders komen bij ons niet bovenaan de lijst. Ja. En er zijn heel veel voorbeelden terecht wat je zegt van bedrijven die dat wel hebben gedaan. Absoluut, maar even, we hebben iets te filteren, zeg maar, zoals ik net al zei. En we geloven heel erg dat die 3 skills dus, zeg maar, verenigd zijn in een aantal mensen. En vaak zijn dat 2 à 3 personen die 3 skills hebben. En dat zie je ook wel. Dat is ook wel echt nodig als je een bedrijf hebt. Want je ziet of, kijk, wat je best wel vaak ziet is dat die hustler dat bedrijf begint. Dus die commerciant, die heeft een geweldig idee en die gaat iets bouwen. Nou, die technologie, die gaat hij inkopen of inhuren. Of die wordt door een of andere externe partij gemaakt waar hij totaal geen kennis van heeft, et cetera. Nou, dan krijg je redelijk snel omzet, maar dan valt het al heel snel in elkaar. Want dan kun je eigenlijk niet doorgroeien en heb je tech niet aan boord. Of je krijgt de techneut, de hacker, die bedrijf bouwt. Nou, dan krijg je briljante technologie. Maar niemand gaat het kopen. En die gaat vervolgens een salesbaas aannemen. En dan wordt de ene salesbaas gestart. En voordat je het weet zit er een volgende. Want niemand kan het verkopen. Want immers, die staan niet aan de basis van het bedrijf. Dus je hebt wel doelbewust, zeg maar, reden ook dat je naar die 3 skills eigenlijk krijgt aan boord. En dat is moeilijk overigens. Ja, als je zegt dat het team logischerwijs zo belangrijk is. Mm-hmm. Zou je ook andersom kunnen beginnen? Zouden jullie, zeg maar, teams kunnen formeren van hustlers, hipsters en hackers, waarvan je zegt, oké, we zetten gewoon 3 goede mensen bij elkaar en we gaan dan pas op zoek naar... Nou, het is grappig dat je zegt, daar hebben wij natuurlijk heel veel discussie over, dat dat team zo bepalend is en om zo'n manier die bedrijven eigenlijk op te bouwen. En daar ligt absoluut de kans voor. Wij doen het zelf niet als Peak, want wij zitten echt duidelijk in die focus van, zeg maar, naar die product market fit. Maar als ik nou zelf een investeringsfonds opnieuw zou opstarten, dan zou dat wel een van de white spots zijn, zeg maar, eigenlijk. Ja, daar zit bijvoorbeeld ook die accelerators zitten er ook best wel op, hè? Want dat zijn vaak ook opgebouwde teams, hebben idee, gaan dat opbouwen, et cetera. Ja. Maar dat is wel waar het om gaat. Het gaat er eigenlijk om dat als je een idee hebt, is dat je, en vaak wordt er eigenlijk gekeken van idee, ik ga klanten vinden. Nou, volgens mij is stap 1 is idee, je team samenstellen en even een paar stappen verder na te denken. In geval van een Katowiki van, stel nou dat we inderdaad zo groot worden. En wat hebben we dan eigenlijk nodig? Ja. Want die founder teams, en dat blijkt ook wel eigenlijk uit alle bedrijven die in Nederland, maar ook in wereldwijd succesvol zijn, is die veranderen niet zo vaak. Want als een founding team verandert, dat is een beetje net als een man en vrouw die scheiden, dan gebeurt er ook wat met de kinderen en met het huishouden, et cetera. Dat heeft een hele grote impact en dat leidt af van die business. Dus als je zorgt dat die stenen goed staan, dat die palletjes in de juiste richting staan, dan, en die markt is goed, dan komt het wel goed. Terwijl, ja, als je markt heel goed is en je product is goed en je founding team is slecht, ja, die brengen een idee om zeep. Dat is natuurlijk ook al vaak gebeurd. Ja. Yeah. Hey, 2 andere van de bedrijven die jullie geïnvesteerd hebben zijn, die hier aan tafel hebben gezeten, moet ik even bijzeggen, zijn Eens en Picho. Ja. Als je kijkt nu bijvoorbeeld naar Picho, voor de mensen die het niet weten, Picho maakt printing on demand, heel eenvoudig. Ja. Het is eigenlijk een printknop voor je website, zeg maar zo. Ja. Zijn al een tijdje bezig. Hè? Absoluut. Hoe gaan jullie in de loop der tijd met een bedrijf om? Want als ik van afstandje kijk, denk ik, veelbelovend bedrijf wat het net niet waar maakt. Mm-hmm. Ik weet niet of dat klopt of niet. De belofte nog niet waar maakt. Ja, terecht wat je zegt. Want Picho is een bedrijf waar wij ook redelijk vroeg in hebben geïnvesteerd met Peak 2. En inderdaad was eigenlijk gepositioneerd als de printknop van het internet. Hè. Pixels in print weer te geven, even simpelweg. En wat je nu ziet is dat daar
Daar hebben we best wel gezocht met wat is nu de juiste markt en op welke markt moeten we ons richten. En wat is de ideale zogenaamde product market fit? Hè? Van, je hebt die technologie eigenlijk om wereldwijd te kunnen printen. En is het nou het idee, want zoals je misschien weet, Rijksmuseum gebruikt die technologieën. Zodat je in Japan dat mooi kan uitprinten en daar mooi een schilderij van in die bond thuis aan de muur uitgeprint kan krijgen. Wat echt in Japan wordt uitgeprint. Dat is op zich een hele interessante markt. Hebben we ook wel bewijs in. Maar waar we eigenlijk zijn achtergekomen is dat die markt gewoon eigenlijk te klein is. En dan ga je gewoon op zoek als investeerder samen met die founders gewoon naar een nieuw businessmodel. En Picho heeft afgelopen jaren echt dat businessmodel gewoon geswitcht. Van ja, we gaan niet zozeer op die hele grote corporates zitten. We gaan niet op die culturele instellingen zitten. Die kunnen zeker de technologie gebruiken en dat doen ze naar tevredenheid. Maar we gaan het veel meer ingezet voor de zogenaamde longtail publishers. En we helpen ook in dit geval Picho. Ik ben daar zelf ook mede verantwoordelijk voor binnen Peak. Om te zoeken naar het nieuwe businessmodel. Om naar klanten toe te gaan. Om nieuwe funding aan te trekken. Nou, dat hebben we recent gedaan. En om daarmee gewoon eigenlijk een nieuwe markt te gaan betreden. Ja. Ja, even maar het is absoluut waar wat je zegt, Erwin. Je zoekt eigenlijk gewoon, als je in een bedrijf investeert, dan wil je eigenlijk liefst dat ze meteen rendement hebben. Maar feitelijk is dat bij geen van onze bedrijven zo. Het is altijd zoeken naar waar ligt nou de sweet spot. Ja. Ja, even een vraagje van Twitter. In dit geval Johan Schaap, jou wel bekend. Waar haal jij, welke expertise moet je over beschikken om jouw rol te vervullen? Heb je zelf ervaring als ondernemer en wat heb je daar dan van geleerd? Wat moet je kunnen om jouw rol bij Peak Capital te kunnen vervullen? Ja, goede vraag. Mijn achtergrond is zelf ondernemer. Ik heb een aantal bedrijven opgezet hiervoor. Dus, en een aantal dingen zijn goed gegaan, een aantal dingen zijn niet goed gegaan. En met name de dingen die niet goed zijn gegaan, daar leer je het meeste van. Dat kan ik uit eigen ervaring vertellen. Ja. Dus ik denk één is inderdaad echt het ondernemerschap. Hè, dat je begrijpt, en in mijn rol zit ik aan de tafel met ondernemers, maar ik begrijp wat hun drijft en wat hun weerhoudt. Mm-hmm. En dat het inderdaad gewoon niet altijd roze geur en maneschijn is. Maar dat het ook heel veel mooie kanten heeft, maar dat het ook wel eens af en toe even janken is thuis in je bed. Weet je wel? Dat maak ik ook allemaal als ondernemer mee. Dus dat is één. En twee is volgens mij, je moet wel een gezonde gut feeling eigenlijk hebben. Want je moet inderdaad eigenlijk die mensen in weten te schatten. En dan heel snel een gevoel krijgen, hey, is dit wat? En dat is enerzijds feitelijke check, maar dat is ook buikgevoel. En drie is, je moet een gevoel krijgen. En dat is ook heel erg gevoel, maar dat is wel, dat kun je wel, dat merk je wel in gesprekken. Dus je moet ook gevoel hebben van, kunnen deze mensen executen? Dus zijn het echt mensen die blijven praten in ideeën en in algemeenheden? Of kunnen die ook opleveren en kunnen die ook deliveren? En dat doen wij natuurlijk ook als investeerder. Want jouw vraag was net terecht ook van hoe snel kom je naar achter hoe iemand is? Ga je nou de eerste avond bier drinken? Nee, wij gaan eigenlijk met investeringen met wie we praten, gaan we echt een traject in. En dat duurt gemiddeld 2 tot 3 maanden. Nou, laten we zeggen even 3 maanden. En in die 3 maanden hebben we natuurlijk een aantal meetings met die mensen. En dat is natuurlijk informele setting, in de kroeg en bij hun thuis. En dan komen we heel snel achter van, hé, wat is dit voor iemand? En kan die inderdaad echt dat als wij vragen, goh, we willen een marktanalyse hebben over dit onderwerp. En kan die dat mogelijk aanleveren? Ja, maar hoe lang duurt dat dan? En hoe goed is dat? Antwoordt die zijn mail? Of is dat iemand die gaat nou voor de 100% en dat je niet morgen, maar pas over 3 weken een plan krijgt? Dat zegt heel veel. Ja, precies, allemaal dat soort dingen. Ja, en ja. Dat is met name waar wij heel erg naar kijken. Dus ik denk dat zijn volgens mij een beetje de kwaliteiten die je volgens mij als investeerder, die ik heb en die ik gebruik daarvoor. En bij jullie, weet je, want als je die 3 eenheid hebt waar we net over hadden van de bedrijven waarin je investeert. Ja. Hebben jullie als Peak ook zeg maar 3 ja, of meerdere van verschillende? Hele goede vraag. Die is mij nooit gesteld. Leuk één vraag. Kijk, ik ben even de hacker, de hustler, de hipster. Even die 3 typen. Ik ben prototype hustler. Dat is zeg maar ook mijn rol. En ik ben echt in de markt aanwezig en probeer die deals te maken en zoek naar deals, et cetera. Dat is echt mijn rol. We hebben mijn partner Stefan. Stefan is wat dat betreft even de hacker van ons drieën. Want Stefan die kijkt heel erg naar de achterliggende mechanics van een bedrijf. Die ligt het hele businessmodel door. Die gaat die Excel nabouwen. En die gaat echt kijken van, hé, wat zit er nou in? En dan hebben we de hipster. Dat is Helene van Oort. Bij jullie waarschijnlijk ook wel bekend. Ja. En dat is inderdaad zijn echt gezicht naar buiten. Die is ook zeg maar even de pretty face van ons fonds. Ook heel fijn. En die is gewoon echt, wat dat betreft, let heel erg op de UI. Op de zachte kant. En kijkt veel meer eigenlijk naar het product. En kijkt minder naar de feitelijkheden. Dus nee, we hebben hetzelfde deal eigenlijk intern. Ja. Ja. En jullie fonds, je noemt het, over hoeveel geld hebben we het eigenlijk? Ja, we hebben een nieuw fonds opgezet. Dat hebben we 1 juli gestart, afgelopen jaar. En dat heet Peak Capital 3. We zijn niet zo origineel als investeren. Ja. En als subtitle heet het dan de Entrepreneurial Investors. Dus wij geloven eigenlijk heel erg dat je als je nu als ondernemer geld gaat opzoeken, dan wil je geld.
Maar eigenlijk volgens mij is het veel belangrijker. Als je wil gewoon mensen hebben die naast je staan en met je meedenken en jou helpen als ondernemer dezelfde beslissing, de goede beslissingen te nemen. Dus we hebben 12 miljoen euro hebben opgehaald eigenlijk uit de markt. Dus in totaal 12 miljoen euro. En daarvoor willen we 10 investeringen doen. En dat is 1 met kapitaal. Maar dat is eigenlijk met name, en dat zien we nu al bij bedrijven die succesvol zijn, is... Ja, kijk, als je 1 miljoen euro erin stopt, dan heb je 1 miljoen euro. En als je verkeerde beslissingen maakt, dan is 1 miljoen euro voor heel veel bedrijven gewoon heel snel weg. Dus als je de goede beslissingen maakt, dan wordt 1 miljoen ineens 10 miljoen waard. En dat is met name de sweet spot eigenlijk waarop wij zitten. Wij helpen die bedrijven heel. Ja, is dan ook zoals je het nu zegt, hè, van 12 miljoen, 10 investeringen, dus ruim 1 miljoen per investering, exact. Gemiddeld. Ja, zo, ja. Je zegt als het goed doet, is het gelijk 10 keer zoveel waard. Is bij jullie ook heel simpel de regel van zo'n fonds? 10 investeringen, als er 2 lukken, is goed? Nou, eigenlijk is de rekensom is eigenlijk heel simpel. Kijk, met Peak hebben wij so far 10 investeringen nu gedaan. Daarvan zijn er tot op heden zijn er 2 geëxit. Ja. Ins en Radiology. We hebben 1 goede parel daar absoluut in zitten, die heel zichtbaar is, Katowice. Dus ja. We hebben zeg maar 3... Ins is een mooie deal natuurlijk. Ja, Ins is een hele mooie deal. Radiology is ook een hele mooie deal. Is ook, de overnamebedrag is niet bekend geworden, maar is gekocht door Vivendi, beursgenoteerde. Maar naar tevredenheid verkocht. Absoluut naar tevredenheid. Zeg maar wij zijn dan gewend dat je dit programma op zijn minst dat bedrag ook Dus we hebben zeg maar wat dat betreft... We hebben toch een koppen nodig morgen op nieuw.nl. Ja. Nou, het bedrag is tot nu toe niet bekendgemaakt. Dat ga je nu doen, toch? Nee, dat kunnen wij niet disclosen, helaas. Okay. Nee, ik zou het graag doen, maar nee, dat kan niet. Yeah. Maar de gemiddelde vuistregel is, zoals je terecht stelt, is dat 1 op de 10 bedrijven is succesvol. Dus eigenlijk ieder bedrijf waarin wij investeren, die moet 10 keer zijn inleg terugkrijgen. Want je weet aan het begin van de rit niet... Welke het is. Welke het is. En het is allemaal zoals we een meisje oppikken in de kroeg, de avond dat je met de kroeg staat, is de mooiste vrouw van de wereld. De volgende dag kan het toch anders zijn. Kijk, en de 2 bedrijven die je nu noemt, daar is dat ook bij gelukt. Daar is het ook bij gelukt. Ja, dus Ins hebben jullie in, ik zat net te kijken, 2008 geïnvesteerd. Ja. Vorig jaar verkocht. Ja. En dat is gewoon zo'n deal waar je eigenlijk naar zoekt. Exact, ja. Gelukkig zijn ook onze eerste 2 investeringen waren ook Ins en Radiology. Dus je ziet ook dat er een beetje vuistregel ook van investeren. Dat als je investeert, dan duurt het zeg maar even 4 tot 8 jaar... voordat je zo'n investering weer te gelden maakt. En dan moet je inderdaad die payback hebben eigenlijk. Dat is wel de... En sommige bedrijven lukt dat en andere bedrijven lukt dat ook niet. Hey, even nog over, want ik realiseer me nu dat we hebben hier al vaker investeerders aan tafel. Maar ik denk dat er eigenlijk best wel een groep mensen is die denkt van... Oké, jij bent diegene die al dat geld van het begin af aan had en in bedrijven investeert. Maar wat jullie doen is eigenlijk, je zijn weer op zoek gegaan naar andere mensen met geld die dat in jullie fonds... willen investeren. Hè? Ja. Eventjes, hoe het werkt is, wij investeren zelf als oprichters van een fonds. We doen zelf een aanzienlijk bedrag. En wij gaan eigenlijk naar investeerders toe, naar potentiële investeerders, en zeggen van kijk, wij willen dat in bedrijven investeren. Dit is ons track record geweest tot zover. Kijk, we hebben in deze bedrijven geïnvesteerd. Dit wordt onze aanpak, et cetera. En doe je mee. Ja. En dat is op zich wel uniek verhaal overigens, want we hebben... Dus ondanks dat er best wel veel kapitaal in de markt aanwezig is, is het best wel moeilijk om investeringsfondsen op te zetten. Dat heeft best wel een lange looptijd voordat je een fonds kan vullen, zoals dat heet. En we hebben na het Peak 3 hebben we echt gevuld in. Dus we hebben dat geld opgehaald in 2,5 week tijd. Dat is best die 12 wel... miljoen. Het effectief is 6 miljoen. En de overheid doet ook een keer 6 miljoen euro. Wij maken gebruik van de techno-starterregeling van de RVO. Ja. Dus we hebben na die 6 miljoen euro in 2,5, 3 weken opgehaald. Omdat we een deadline hadden voor die RVO-regeling. En dat is best wel, dat laat wel zien dat wel die ondernemers... En dat zijn dus allemaal tech-ondernemers, hè, de oprichters van Booking en vakantieveilingen en Trinicom en Drukwerkdeal. Dat zijn echt de mensen die in ons hebben geïnvesteerd. Ja. Ja. En je zegt Peak 1, 2 en 3. Je kiest dus steeds, jullie kiezen ervoor om steeds een nieuw ding te starten waar je weer een beperkt groep Dat doe je eigenlijk omdat je... Daarmee heb je ook een closed-end fund. Dus dan weten ook de mensen die erin geld in stoppen van wat is nou de looptijd? En wanneer stop ik het geld erin en wanneer krijg ik het terug? Dat is wat is de looptijd gemiddeld? Voor wie 10 dat jaar. Doet, 10 jaar. Ja, even ook weer vanuit die 4 tot 6 jaar payback time. Zeg maar even die gemiddeld 6 jaar. Ja. En je doet dat ook omdat je zodoende ook gewoon binnen een fonds een bepaald profiel aan kan brengen. En ik ken het een beetje, dit systeem uit de private equity wereld waar ik een tijd mee gewerkt heb. En, daar is het keihard, hè? Dus een looptijd 10 jaar en je garandeert de mensen die bij jou inleggen 10%? Ja. Bij ons bedoel je? Nee, meer. Wij zijn ambitieuzer, absoluut. Hoeveel per jaar? Wij beogen 20% per jaar. Per jaar? Per jaar, Dat is wat men... Maar beogen? En hoe werkt dat dan met garanties? Niet.
Nee. Nul? Nee, wij geven geen garanties. Nee. Helemaal nul? Helemaal nul. Oké. Okay. Ja. Maar het verhaal is, jullie gaan voor 20% per jaar? Ja, wij gaan, ja. Ons beoogde rendement is 20% per jaar. Ja. Ja. Dat is heftig hoor. Ja, absoluut. Als je dat kijkt nu naar de huidige rente. En minimale inleg? Ja, absoluut. Ja, ja, hoeveel? Publiceren we niet. Nee. Ja? Nee. Maar dan moet je echt denken aan, je moet een paar ton inleggen. Dat is even het niveau. Ja. 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 Johan Schaap zegt, doe eens een oproep. Wat voor bedrijven zoeken jullie naar? Wie moet zich wel aanmelden bij jullie en wie moet zich niet aanmelden? Ja, goede vraag. Een hele goede vraag over via Twitter die er binnenkomen. Eén is, wij zoeken echt bedrijven. We worden natuurlijk gebackt, zoals ik al vertelde, door die RVO. Dus we hebben zeg maar vanuit de overheid bepaalde beperkingen. En leg nog even uit wat dat is, die RVO. Want dat die RVO eigenlijk zegt de Nederlandse overheid, en dat is heel goed denk ik dat de Nederlandse overheid dat doet. Die zegt eigenlijk van, wij moeten innovatie stimuleren. Want innovatie zorgt voor werkgelegenheid, zorgt voor economische groei. En dat komt niet van de grote corporates vandaan, maar dat komt met name van de start-ups vandaan. Dus jullie halen 6 miljoen uit de markt, ze leggen 6 miljoen bij. Exact, ja. En daar hebben we natuurlijk een uitgebreide check over gekregen, van wat is ons plan en wat hebben we gedaan, et cetera. Dus dat is één. Dus, en daar zijn als eisen zijn van de overheid is één, een bedrijf moet jonger zijn dan 7 jaar. Dus moet niet ouder zijn dan 7 jaar oud. Dat is één. Twee, het bedrijf moet in Nederland gevestigd zijn. Of in Nederland haar hoofdactiviteiten hebben. Maar het moet echt de Nederlandse economie stimuleren, logischerwijs. En drie, het moet innovatief zijn. En dat is natuurlijk een rekbaar begrip, maar het moet wel innovatie hebben. Het is niet de bedoeling dat je biertjes gaat ontwikkelen bijvoorbeeld. Alhoewel je dat natuurlijk ook innovatief kunt doen. Dus dat zijn zeg maar even de criteria vanuit de RVO. Wat wij zelf zeggen als piek, en dat is ook de focus waarop wij zitten als fonds, is, kijk, in onze geloof heb je eigenlijk 4 fases van een bedrijf. Je hebt zeg maar, fase 1 is, ik heb een idee, ik wil bier gaan verkopen, want alle mannen hebben dorst. Fase 2 is, ik ga met dat bier ga ik testen of mensen het lekker vinden. Ga ik een zogenaamd MVP bouwen. Minimal viable product. Ik ga even thuis dat biertje brouwen met een paar pannen. En ik ga op straat lopen, vindt men het lekker. En dan stap 3 is, dan ga ik echt die product market fit vinden. Dan weet ik op een gegeven moment welke mannen willen dat biertje nou hebben. En dan ga ik die fabriek bouwen. Dat is vaak fase 4. En dan de fase daarna is natuurlijk echt de goede fase. Want dan heb je die fabriek staan. Dan weet je wat je doelgroep is en dan wil je gewoon gas geven in sales en marketing om je doelstelling te kunnen bereiken. Nou, wij zitten echt in die laatste fase. Dus wij zeggen eigenlijk tegen bedrijven die alleen een idee hebben of die alleen een MVP hebben of die hun product market fit nog echt aan het zoeken zijn. Zeggen van, nou, we zijn niet interessant. Jullie zijn niet interessant voor ons en wij zijn ook niet interessant voor jullie. Daar hebben we ook een market map van gemaakt. Die hebben we ook gemaakt specifiek voor startups van het tech landschap in Nederland. Van alle investeerders in Nederland die actief zijn op technologie hebben we eigenlijk op 1 A4 een overzicht gemaakt, zodat de start-ups heel makkelijk weten waar ze zich toe kunnen wenden. Want dat vinden we ook dat we dat terug moeten doen gewoon voor start-ups. Maar die vierde fase, dus echt die bedrijven die of een product market fit gevonden hebben of dichtbij zijn en wel het gevoel hebben dat ze vonden, daar zijn wij met name in geïnteresseerd. Dus wij willen bedrijven die in die fase zitten. En als je dan kijkt waar sectoren waar wij heel erg in geïnteresseerd zijn. Wij zijn heel erg geïnteresseerd in platformen. Bijvoorbeeld Katawiki, maar Ince is ook een platform. Eigenlijk bedrijven, startups, vraag en aanbod bij elkaar brengen. Vaak van markten die niet transparant zijn. En waar als je transparantie brengt, liquiditeit ontstaat. Dus dat is één platform. Wij kijken heel erg naar software. Dat vinden we natuurlijk interessant, omdat het heel schaalbaar is. Omdat je één keer software bouwen, kun je natuurlijk wereldwijd als het goed is uitrollen. En wij kijken heel veel naar bedrijven die actief zijn op het gebied van data. HR vinden we interessant en educatie. Dat zijn en fintech, sorry, vergeet ik even. Wel belangrijk. Dat zijn zeg maar de 6 sectoren waar wij met bovengemiddelde interesse naar kijken. Maar goed, er zijn ook andere bedrijven waar we naar kijken. Maar dat dus om terug te komen op die vraag, daar zijn we met name naar. Even een andere vraag van Twitter van Bram Koster. Stappen jullie P-Capital alleen als solo of hoofdinvesteerder in of ook met andere investeerders? Wij stappen, dat zie je wel in het landschap. Dat is wel interessant, want voorheen bij P-Capital deden we heel erg de deals eigenlijk alleen met ons tweede fonds. Dus met andere woorden waren wij altijd lead en vaak ook enige investor. En daarna kwam Axel bijvoorbeeld bij Katowice erbij. Ja. Maar wat wij nu zien is dat investeringslandschap is echt wel aan het veranderen. En wij teamen nu heel veel met investeerders. Dus we zijn nu. Heb je dan preferred partners waar je mee werkt? Of, ja, nou eigenlijk afhankelijk van de venture waarin je instapt. Wij zijn recent in Studoku gestapt, een edutech bedrijf. En dat hebben we gedaan samen met Point9, Duitse investeerders. En dat komt eigenlijk omdat Studoku heel graag in die Duitse
Duitse markt actief wordt. Mm-hmm. En echt een investeerder zoekt. Die kennis... Dat is wel een strategische match. Ja, exact. En wij treden dan in dit geval ook op als lead investor. Dus met andere woorden, wij hebben contact. En wij gaan eigenlijk kijken van, hey, wie kennen wij in de markt? Wie is interessant om daarbij te doen? En dat is de manier hoe we optreden. En wij merken dat ook die aanpak voor startups heel interessant is. Want daarmee worden wij, en dat hebben we natuurlijk met Katowiki ook gedaan, worden wij voor die startups ook een springplank ook naar vervolgfinanciering. Want ja. Ja, je kan één keer geld binnenhalen, maar de volgende ronde is vaak nog zwaarder. En het is prettig als je een investeerder hebt die dat regelt al, die dat in ieder geval die contact heeft. Ja, en wat ik nog van je wil weten, want dan vliegt de tijd, vliegt er altijd over om. Tijd. Ik ben altijd benieuwd naar van de succesverhalen kennen we. Ja. Maar er moeten ook een paar bedrijven zijn die bij jou langs zijn gekomen, die zegt, nou dat doen we niet. Absoluut. Waar je nu spijt van hebt. Absoluut. Haren op je hoofd. Ja, absoluut. Oké. Okay. Nou, het bedrijf waar wij hebben er eentje. De Beatles. Nee, sterker nog, ik wil het eigenlijk op de site publiceren. Dat is toch een idee? Het is Battery Ventures doet dat in de US. Dat is heel goed. Om gewoon te publiceren, wat heb je nou gemist en wat heb je nou gekeken? Dat je dacht, nou dit vinden we niks. Ja. Nou, wij hebben bij mij weten niet bedrijven gekeken die we niet hebben gedaan, die we nu achteraf wel hadden willen doen. Maar er zijn een paar bedrijven waarin ik heel graag had willen investeren. SEOshop is een bedrijf wat in Nederland echt succesvol is en het goed doet. Mendix is een bedrijf wat het heel goed doet, waar we graag in hadden willen stoppen. Maar dat is dan, heb je wel geprobeerd, maar niet gelukt? Nee, hadden we allebei geen contact mee. Okay. Maar hadden we dus contact mee moeten hebben? Dat is ook een learning voor ons. Dat is ook voor ons fonds. Waarom zijn die... Dat was eigenlijk niet mijn vraag. Heb je ook wel eens met mensen om tafel gezet en je dacht, nou, doen we maar niet. En dat je dan toch een paar jaar later denkt van, jeetje, spijt. Nee. Ik zit even heel diep te graven. Nee. Dat vind ik klopt. Ja. Nee, maar wat je zegt is, als je bent ook niet gezien door die partijen die je wel graag... Nee, en dat vind ik eigenlijk, daarom is het voor mij nog een wezenlijke vraag. Ja, want daar doe je ook iets verkeerd. Juist, daar zijn we dus blijkbaar niet zichtbaar. Dus dat wij daar blijkbaar niet op het netvlies staan als mogelijke investeerder. Of zij bij jullie niet op het netvlies staan. Ja, en exact. Ja. Want dat is namelijk wat je als investeerder doet. Dus je wil één, natuurlijk dat je sourcing komt via je website en alle reguliere kanalen. Maar we zijn als investeerder ook gewoon heel actief gewoon bedrijven aan het bellen en aan het benaderen. Ja, want die markt wordt ook steeds ingewikkelder natuurlijk. Absoluut. En die markt wordt steeds concurrerender. En er is heel veel kapitaal in de markt. Dus je zal je ook wat dat betreft als investeerder ook moeten onderscheiden. Verandert dat? Ja, absoluut. Ja. Verandert heel erg. En ik denk, dat is ook een van de redenen dat wij bij WeWork zitten. Bijvoorbeeld als pand. Wij zaten altijd heel mooi op het Museumplein. Heel mooi kantoor, et cetera. En een van de eerste dingen die we als Peak 3 zijn doen is echt bij WeWork gaan zitten. Ik leg dat zo uit bij mensen dat je kan inderdaad, zeg maar even, wij zijn natuurlijk een single. En ze is gewoon op zoek naar leuke meisjes. En dan kun je even in het Museumplein in de bejaardensociëteit gaan zitten. Of je gaat even in de hippe spot in town zitten. En dat is natuurlijk de plek waarin we zitten. En waar ook onze targets eigenlijk rondlopen. En dat is eigenlijk wat je als investeerder... En dat was 5 jaar geleden was dat gewoon niet gangbaar. Dan ging je inderdaad op de Herengracht zitten. Kom maar binnen in die grote zaal met lambriseringen en mooie schilderijen. Ja. En doe je verhaal maar. En u hoort van ons. Nou, die tijd is voorbij. Ik denk goed dat die voorbij is overigens. Los van het kapitaal, maar ik denk ook dat het qua balans met mensen en ook wat ik net zei, hoe je kijkt naar teams, dan krijg je ook niet de chemie aan tafel. Ik geloof ook niet dat je dat... Hoe kijken jullie naar alle accelerators en het enorme, bijna hype van steeds meer programma's? Heb je daar wat aan? Of, absoluut. Ik denk dat dat een hele goede rol vervult in het ondernemerslandschap. Ja. Ja, jij speelt ook een rol in die accelerators, toch? Ja, ik ben mentor bij alle programma's. Ik help inderdaad al die programma's wel mee. Ja, en dat doen we als Peak. Doe je natuurlijk ook om bedrijven te identificeren. Absoluut. Ja, natuurlijk doen we dat. Ja. En we kijken gewoon van, weet je, wat komt er langs en wat zijn trends? Weet je, het houdt ons goed op de hoogte, het houdt ook scherp. Je leert ook een hoop dingen daar. Dus we hebben daarom ook een hele belangrijke rol. Als ik kijk van, hoe nuttig is dat voor ons als investeerders? Nou, niet altijd. Daar ben ik ook eerlijk in. Komen er ook geen eenheidsworsten uit? Wij hebben hier toch ook wel veel jongens aan tafel zitten en denken van, oh, volgens mij heb je in een accelerator gezeten. Want dan, weet je, het verhaal is helemaal geboetseerd richting één modelletje. Ja, nee, dat zie je wel. Je ziet wel vaak dat is men dan wel aan het veranderen gelukkig bij accelerators. Je zag dat die accelerators allemaal begonnen met één globaal programma. En dan krijg je inderdaad, gaan ze allemaal door dezelfde wasstraat, ontmoeten ze dezelfde mensen en heb je allemaal eenheidsworst. En je ziet nu
Gelukkig eigenlijk bij alle accelerators dat ze toch wat meer in verticals gaan werken. Dat het toch wat inhoudelijker eigenlijk wordt. Dat is één. En twee, het was natuurlijk wel heel erg gefocust op de zogenaamde demo day. Dus heel erg op die unieke presentatie en die geweldige show die er gegeven moet worden. En als je dan even doorprikte, dan was het inderdaad zeg maar die PowerPoint. En dat is wel, dat zijn die accelerators aan het doen. En je ziet ook dat de accelerators wat dat betreft ook een duidelijk tractie hebben ook in de markt. En dat er ook echt veel successen zijn. En dat ze daardoor, en daarom hebben we ook die map gemaakt van het ecosysteem, wel een duidelijke rol vervullen. Want als jij een idee hebt, of je hebt een bepaald probleem en je wilt het oplossen, dan moet je gewoon ergens terecht en hulp krijgen en hulp vinden. En daar is een accelerator, heeft daar een hele belangrijke rol. Ja. Ja, Stekel, we kunnen dit soort gesprekken eigenlijk nog heel lang voeren, maar we hebben met elkaar afgesproken dat we het rond een half uurtje afsluiten. Dus had jij nog een laatste vraag? Nee, ik heb al twee laatste vragen. Twee laatste vragen gehad, nou dan houden we het daarbij. Okay. Jij ontzettend bedankt en hopelijk kunnen we in de toekomst hier nog vaker treffen, want we doen nu bijna 5 jaar en we blijven het... Nou, hoe lang weet ik niet, maar de komende 5 jaar houden we wel vol met Stekel makkelijk. Samen. Ja. Oké, hartstikke goed. Binnen de 7 jaar. Met onze mannen bier. Ja, misschien willen ze wel investeren joh, in ons. Ja, dat kan ook. Ik weet niet of we aan de criteria voldoen. Jij bent een hustler. Wat ik dan ben, weet ik niet. Maar daar hebben we straks nog eventjes over. Want ik heb Bram Koster zei, we moeten straks even nog in de kroeg verder praten om erachter te komen wat dat bedrag ook weer precies was. Ja, gaan we zo doen. Ja. Jullie nu, wie nu live kijkt, bedankt voor het kijken. En wie on demand kijkt, je weet dat je al onze uitzendingen terug kunt vinden op fastmovingtargets.nl en op ons YouTube kanaal. Zoals altijd, dank aan 2ML voor het hosten van de site. Voor Bier & Co, voor de overheerlijke biertjes. We hebben afgesproken met ze dat we het ook gaan zeggen als we het niks vinden. Dus als we zeggen dat we ze lekker vinden, geloof ons. Mannenliefde aanraden, Stekel. Mannenliefde, ja, ben ik voor. Absoluut, ik ook. Heerlijk bier. En tot slot, ontzettend bedankt, Streamzilla. Ongeveer de oudste streamer, zeg maar, de oudste webcast facilitator van Nederland sinds 1994 uit Groningen. Dus wil je ook live streamen, kijk eens op streamzillacdn.com. En je weet dat je ons kan steunen door member te worden van Fast Moving Targets. We danken jullie. Iedere dinsdagavond zijn we er. Dag.